Zelfbedrog is het immuunsysteem van de psych. We houden onszelf voor de gek. 81% van de Nederlanders. 81% van de Nederlanders vindt zichzelf bovengemiddeld intelligent. 81%! We houden onszelf voor de gek. Alle mannen die ik ken vinden zichzelf een goede minnaar. Allemaal. Echt, mijn vrienden, jongens die ik vraag op de eerste rij. Ik vraag het niet eens meer, want ik krijg altijd hetzelfde. Het is altijd hetzelfde. Als ik vraag, vind je jezelf een goede minnaar? Zeggen ze altijd, ja. En dan vraag ik, hoezo, waarom denk je dat? Weet je wat ze altijd zeggen? Ik heb nooit klachten gehad. Alsof dat het bewijs is dat je een goede... Hè? Alsof vrouwen zeggen, hey Nico, de beffer van jou. We vinden hem eigenlijk zelf van. Zo gaat het toch niet? Je hebt geen idee, man. Je weet helemaal niet of jij een goede minnaar bent. Je hebt geen idee. Ik weet ook niet of ik een goede minnaar ben. Natuurlijk heb ik zo mijn specialiteitje. Nou, waar ik volgens mij wel echt heel sterk in ben, in bed. Dat is echt mijn ding. Ik vind het zelf, ja, zelf wel heel geil. Is om tijdens het neuken, om dan ook ja, toch altijd veel te blijven praten. Hoewel ik er ook wel achter ben gekomen dat er ook wel heel veel uitmaakt wat je zegt. Vrouwen vinden het over het algemeen totaal niet sexy als je hardop het aantal slagen telt. En helemaal niet als je dat doet met een Sesamstraat-achtig stemmetje. Ja. 2, 3. Nou, dan niet. Dan tel ik wel zachtjes in mijn hoofd. Dus. Ik weet niet, ik kan het niet later dat tellen. Ik weet niet, ik weet wel hoe het komt. Ik had dat nooit moeten lezen. Daar praal ik van, man. Shit, ik heb dat op een gegeven moment heb ik dat gelezen in een van de populair wetenschappelijk maandblad. Hadden ze een onderzoek gedaan naar het gemiddelde aantal stoten... Wat een man maakt tijdens het neuken, voordat hij klaarkomt. Ja, en ik ben dan zo stom, ik ga zo'n artikel lezen. Want ja, uiteindelijk kom je dan bij de conclusie. Weet je, dan staat er gewoon keihard, staat er gewoon een getal. Informatie die, weet je, allerlei informatie die belangrijk is, die vergeet je. Maar dat is nou net die informatie, dat blijft altijd bij het. Want ik denk, ik wou dat ik het niet wist, dat ik het niet... 80. Ja, het is, oh man, ik zou eerlijk zeggen, ik heb vaak dat ik dan bezig ben en dan ben ik bij de 40 en denk, oh, dat ik de hele eind nog terug.